In 2017, CRV became the first herd improvement organization to start large-scale measurement of the feed intake of dairy cows on 5 working farms. The aim is to reduce feed cost for milk production. We currently collect feed intake data from over 2,000 lactating cows on a daily basis. This gives CRV a leading position in the collection of real feed intake data. Let's take a look at the 5 working farms that participate in the program. De totale kosten van onze melk is meer dan de helft is daarvan toch wel voerkosten. En als we daarop kunnen besparen, 5 of 10%, is op 1000 koeien toch wel een groot aandeel. Het berekenen van het gebruik van grondstoffen bij een intensief bedrijf zoals wij is gewoon heel interessant. Het spaart je vooraankoop, je productie kan daardoor misschien wel omhoog. En steeds belangrijker om misschien wel het verschil te maken in de wereld. Omdat het nooit zo belangrijk is geweest om zuinig te zijn met voer. Juist op dit moment, met alle items zoals stikstof en andere zaken in de wereld. Voerkosten zijn de hoogste kosten op mijn bedrijf. Dat betekent voor mij wel dat ik elke kilo voer die ik aankoop eigenlijk om moet zetten in een kilo melk. Dus die focus op voerefficiëntie is er altijd al geweest. All over the world we see discussions with the climate, with the methane, with nitrogen. For that we have to start measuring feed efficiency because the connection between feed efficiency and those issues is very big. De voeropname moet in relatie zijn tot de melkproductie. Het is een zware koe die mag gerust meer onderhoudsvoer nodig hebben als ze dan ook maar evenredig meer melk produceren. Bijkomend iets is ook nu dat het beter is voor het klimaat, een efficiënte koe. Dat wij misschien wel extra productieruimte krijgen als wij kunnen aantonen dat onze koeien efficiënter zijn en helemaal niet zoveel uitscheiden als dat wordt aangegeven. Dieren die het slechtst presteren op voerefficiëntie, die maken ongeveer 1,1, 1,2 kilo melk uit 1 kilo droge stof voer. En de betere die zullen zitten rond de 1,8 kilo melk uit 1 kilo droge stof. Cows bred with CRV feed efficiency will convert any type of feed more efficiently into milk. Cows who use feed more efficiently also positively impact the environment by reducing greenhouse gas emissions and using less scarce resources. Start breeding a feed-efficient herd now so you can maximize profits and sustain your farm business long-term. Learn more about feed efficiency. Visit our website.